Hallo allemaal en wat leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Kitty en in deze video gaan we een huisje bouwen, een speedbuild, zoals de titel al verklapte natuurlijk. Het huis dat ik ga bouwen is een soort van boerderijhuis en een klein verschilletje. Ik ga in deze video voor de allereerste keer echt de terrain tools gebruiken. Ik wil mijn huis op een heuvel. En ik heb daar toch wel heel veel tijd in gestoken. Want zoals je kan zien is dit een super lange video. Ik ga zeker geen 50 minuten praten over het huis. Helemaal niet. We gaan later ook nog wel een beetje gezellig kletsen als jullie dat oké vinden. Maar eventjes terug over het huis. Ik heb hier heel lang aan gewerkt. In die zin, er is een hele periode overgegaan eer het huis klaar was. Ik ben aan dit huis begonnen eind juli 2021. We zijn ondertussen al april 2022. Dus ik heb er zo een zevental maanden over gedaan om dit huis te maken. Natuurlijk, ik heb daar geen zeven hele maanden aan gewerkt. Ik heb daar aan gewerkt wanneer ik daar zin in had. Tussendoor ook wel even vergeten dat ik aan dit huis bezig was. Dat moet ik wel eventjes eerlijk toegeven. Maar ja, ik wist eigenlijk niet zo goed in welke stijl ik moest gaan. Ik hou wel zo van dat moderne, gecombineerd met wat meer landelijke stijl. En dat heb ik ook geprobeerd om dat in dit huis ja, naar voren te brengen. Dat is ook de stijl waarin ik het liefste bouw. Dus ja, dat ga je ook wel vaker tegenkomen natuurlijk bij mijn speedbuilds. Ik weet niet of jullie voorkeur daar naartoe gaat, maar ik vind dat in ieder geval een hele toffe bouwstijl. Dit huis, maar het is echt al lang geleden, heeft drie slaapkamers als ik mij niet vergis. Er is een... Nee, ik weet eigenlijk al niet meer wat er is. Wacht, ik ga eventjes mijn foto's openen. Sorry dat dit al zo een beetje rommelig overkomt. Dat is weer typisch iets voor mij. Dat is typisch Kitty. Daar moet je gewoon mee leren omgaan. Het is gewoon veel te lang geleden. Ik ben gewoon vergeten wat er allemaal in het huis te zien is. Ik heb daarnet het allerlaatste stukje van mijn video geëdit. Dat heeft trouwens ook heel veel tijd in beslag genomen. Gewoon, ja, hoeveel uren heb ik niet aan dit huis gewerkt en dat heb ik dan kunnen proppen in een video van 50 minuten. En dan denk je, maar 50 minuten is kei lang. Ja, maar ik heb echt wel uren en uren aan dit huis gebouwd. Oké, eens eventjes kijken. Op de benedenverdieping, heb ik hier een screenshot van mijn huisje? Ik heb er superveel. Nu wil ik eigenlijk gewoon van mijn benedenverdieping een screenshot. Waar is die? Ik heb gewoon te veel foto's. Dat is het. Ik denk dat ik mijn foto's in mijn Sims folder eens een beetje moet gaan opkuisen. Hebben jullie dat probleem ook? Dat daar superveel foto's in komen te staan. En dat je dan op de duur de weg kwijtraakt. Ja, ik heb dat dus voor. Goed, maar in mijn huis op de benedenverdieping, op de gelijkvloers, daar hebben we uiteraard een woonkamer. We hebben daar een keuken. We hebben een badkamer. We hebben daar ook een garage en een wasplaats. En extra is er ook een logeerkamer. De kamer beneden heb ik dus eigenlijk als logeerkamer ingericht. Is heel sober ingericht ook met een aangrenzende badkamer. Want ja, het lijkt me wel tof, denk ik, voor jouw gast dat ze een eigen badkamertje hebben. En dan hebben we ook een kleine zonneruimte. Ja, zonneruimte, noem je dat zo? Een kleine ruimte waarin eigenlijk wat meer hobby's kunnen worden uitgeoefend. Het is gewoon een extra kamertje. Ik heb eigenlijk gekozen voor neutrale kleuren, maar geel is zo een beetje de kleur die ja, er tussenuit springt, zeg maar, om er toch wel een beetje wat meer kleur in te krijgen. Ik zelf hou van heel veel kleur, maar ik denk niet dat ik heel veel kleur in mijn huis ga gebruiken. In mijn echte huis bedoel ik dan. Ik heb eigenlijk het huis
inzeggen heel, heel sober ingericht, moet ik eerlijk toegeven. Jullie zijn misschien van mij gewoon dat ik daar heel veel spulletjes in neerzet en zo. En ik doe dat ook graag. Maar ik heb urenlang aan de tuin gewerkt. En jullie gaan zelfs zien waarom dat zo is, maar ik heb er echt uren en uren ingestoken. En toen ik eindelijk, want ik heb nu eigenlijk eerst het huis gebouwd, dan heb ik de tuin gedaan en dan pas heb ik aan het interieur verder gedaan van dit huis. Dus je gaat zelfs zien dat we aan de tuin verder gaan werken. Maar ik heb dus uren aan die tuin gewerkt en toen had ik eigenlijk niet heel veel zin meer om nog heel veel aan de binnenkant te doen van het huis. En gelukkig maar, want ja, ik heb nu al een video van 50 minuten. Laat staan als ik dan ook nog eens het interieur, dat ik daar heel veel tijd in had gestoken, ja, dan waren we meer dan een uur bezig, denk ik, met het kijken naar een speedbuild. En een speedbuild wil eigenlijk zeggen dat we versneld kijken naar iets en toch duurt dat al bijna een uur. Dan op de bovenverdieping. Wat hebben we daar? Eens kijken op mijn screenshots. Als ik nu de juiste zou open doen, zou heel tof zijn. Voilà. Sorry dat ik zo een beetje naar mijn screenshots moet gaan kijken om mijn geheugen op te frissen. Maar ik was een beetje te lui om dat allemaal op te schrijven. Ik dacht, mijn kijkers vinden dat wel niet zo erg. Op de bovenverdieping hebben we dan, ah ja, 3 slaapkamers. Ik was toch juist... Oh, zijn 3 slaapkamers. 4 slaapkamers. Maar 3 ervan zijn voor de kinderen. Ik heb daarvoor een peuterslaapkamer. Ik heb een kinderslaapkamer en een tienerslaapkamer. Dus voor elke leeftijd heb ik een slaapkamer gemaakt. Leek me wel tof. Er is dan ook een grote slaapkamer voor de ouders. En die hebben aangrenzend een badkamer. Een mooie, grote badkamer. Zalig voor die ouders. En dan zijn er nog 2 aparte badkamertjes. Ik heb op de bovenverdieping ook nog een mini wasplaats. Maar dat was eigenlijk omdat die hal boven zo groot is dat ik dat daar nog bij tussen gepropt heb. Om dat een klein beetje op te vullen, zeg maar. Dan in de tuin. De tuin is echt super groot en ook heel, heel erg mooi. Al zeg ik het zelf, ik heb voor een vijver gekozen met allerlei visjes en zo. Oh, ik ben eigenlijk vergeten van dat te filmen. Van een simmetje in het huis te zetten en dan met die visjes en die eendjes en zo te filmen. Och ja, jullie, als jullie daar interesse in hebben, download gewoon het huis in jullie spel. Het staat in de galerij, getiteld als Hill House, omdat het dus op een heuvel staat, vond ik dat wel een toepasselijke naam. En was ik nu aan het zeggen? Ah ja, en aan die vijver heb ik dan ook een terrasje gemaakt waar je simmetjes heerlijk kunnen gaan chillen. En daar heb ik ook nog, omdat het dan, ja, het is in de wereld van, hoe noemt dat hier nu weer al? Ik vergeet die naam dus altijd, hè, van deze wereld, maar het is van landelijk leven. Ik weet al niet meer hoe het heet, maar in ieder geval, we zitten dus in de wereld van landelijk leven. En natuurlijk heb ik dan ook een beetje boerderijachtig gemaakt. Hier zie je mij dus al prullen met die train tools. Want dat zei ik zo graag. Train tools. Klinkt eigenlijk wel best fancy. En ja, in de tuin heb ik dus dan ook plaats om plantjes te planten, om dieren te houden. Zowel koeien als kippen als lama's kan je hier op deze kavel houden. Dus dat leek me wel heel erg tof. Er is ook een heel klein hoekje voor de kinderen afgewerkt. Wat, ja, zo gezellig is. Ik vind het echt een heel, heel gezellige woning. Al zeg ik het zelf, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Jullie moeten het maar laten weten als je het hebt gezien, de video, van wat jullie van dit huis en van de tuin vinden. Als jullie zeggen, Kitty, ik wil hier geen 50 minuten zitten kijken naar die speedbuild, dat duurt me veel te lang. Ik wil gewoon zien wat jij ervan gemaakt hebt. Skip dan de video eventjes naar minuut 50, denk ik ongeveer. Daar ergens beginnen de screenshots over deze kavel. En dan kan je zien wat het uiteindelijk is geworden. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk geworden. En ja, ik ben echt wel blij dat ik toch wel de tijd heb genomen om met die train tools aan de slag te gaan en er een leuk huisje van te maken, zeg maar.
Maar goed, genoeg over het huis, want ik denk dat ik nu ondertussen wel heel veel heb gebabbeld over dat huis. Als er trouwens iets is in de video dat je zegt, Kitty, hoe heb je dit of hoe heb je dat gedaan? Laat het mij gerust weten hier beneden in de comments. Dan maak ik graag tijd voor jou vrij om daarop te antwoorden. Want voor mij lijkt het allemaal heel erg voor de hand liggend. Maar ik ben er ook zeker van dat dat niet voor iedereen zo is. Dus als je zegt van ja, ik wil graag leren hoe je dit of dat doet, laat het mij dan gewoon weten. En dan, wie weet, volgt er een tutorial over, een tutorial video. Maar ik kan niks beloven, want het is vrij druk, moet ik zeggen, de laatste tijd in mijn leven. En ik heb niet altijd de tijd om zomaar video's te maken. Nu, eventjes over het leven, nu dat we hier toch die 50 minuten hebben. Ik ga die zeker niet volbabbelen, maar kunnen we wel eens een beetje gezellig kletsen? Ik wil wel eens weten hoe het met jullie gaat. Waar zijn jullie de laatste tijd mee bezig? Gaan jullie naar school? Gaan jullie werken? Hoe ziet jullie dagindeling er tegenwoordig uit? Wat vinden jullie leuk om te doen in je vrije tijd? Shoot, laat het mij gewoon weten hier beneden. Ik lees heel graag die comments over mijn leven. Want ja, ik kan natuurlijk niet ingaan op wat jullie nu zitten te typen hier beneden. Maar over mijn leven, een dik jaar geleden heb ik een video gemaakt over mijn burn-out. En ik dacht, misschien vinden jullie het wel leuk om te weten hoe het ondertussen met mij gaat en met mijn burn-out. Het gaat eigenlijk vrij goed. Mijn burn-out is gestart. Ik zal een klein beetje achtergrond meegeven. Is ja gestart. Wanneer start een burn-out? Ik ben thuis gezet geweest door mijn dokter in eind september 2020. Ja. En dan ben ik thuis geweest tot februari, maart, zoiets, 2021. En dan ben ik halftijds terug gaan werken. Dat ging oké. Okay. Ik was wel heel erg moe van die halftijdse terug gaan te werken. Maar het deed me aan de andere kant ook wel deugd om ja, terug onder de mensen te komen en zo. En ja, ik dacht van het jaar erop dan ja, eventjes ter info. Ik ben leerkracht. Dat ben ik ook vergeten te zeggen. Ik ben leerkracht. Ik sta in het tweede leerjaar, oftewel groep 4. Dat zijn kindjes van de leeftijd 7 à 8 jaar. Waar was ik nu eigenlijk? Ik ben mijn draad kwijt. Dus ik ben halftijds terug gaan werken. En ja, dat beviel me wel oké. Okay. Ik was wel vrij moe van het werken. Ik had echt wel de dagen dat ik niet aan het werken was nodig om te recupereren, om terug op krachten te komen en er dan terug te staan. De dag erna. Dat heb ik dan volgehouden aan de grote vakantie. De grote vakantie begint in België op 1 juli en loopt tot 31 augustus. En toen dacht ik van ja, oké, ik denk dat ik in september gewoon terug ga beginnen werken zoals ik voorheen werkte. Namelijk 4-5, dus dat ik 4 dagen werk en dan 1 dag thuis. En dat heb ik dan ook gedaan, want de klas die ik kreeg was een hele, hele aangename, toffe klas. Dus ik dacht, ja, dan gaat me dat wel lukken. Dat dacht ik. Maar de burn-out was blijkbaar nog niet helemaal weg. Dus ik ben terug hervallen. En ik ben thuisgezet geweest begin december 2021. Dus ik heb toch mijn 4/5 3 maand kunnen volhouden. 3 maand. En toen ben ik terug hervallen. Toen ik reed al wenend naar school. Ik kwam al wenend terug thuis. En toen dacht ik van ja, dit kan gewoon niet meer zo verder. Dus terug thuis. Ja, en dan zit je daar thuis. En dan begin je toch wel eens eventjes gaan na te denken van ja, hoe komt het toch dat het mij niet lukt om ja, gaan te werken in een school met de kindjes? Waarom vergt dat toch zoveel energie van mij?
En dat is wel een heel proces geweest, dat kan ik je wel vertellen. Het is een heel moeilijk proces geweest, want eigenlijk moest ik gewoon aanvaarden dat onderwijs misschien toch niet de beste job voor mij is. Maar je moet ook weten dat ik echt heb moeten knokken voor mijn diploma van het onderwijs. Ik doe dat super graag, maar het vergt gewoon veel en veel te veel energie. Nu ga ik wel terugwerken. Na de paasvakantie ga ik terugwerken. De paasvakantie duurt hier in België tot en met paasmaandag. En de dag nadien gaan we terugwerken. En dan ga ik halftijds terug aan de slag. Net zoals vorig jaar. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het me dit jaar beter gaat lukken ofzo. Ik heb heel, heel hard gewerkt de voorbije maanden aan mezelf. Ook vorig jaar al. Maar vooral de voorbije maanden vind ik van mezelf heel, heel hard heb gewerkt aan mijn aan mezelf gewoon. Ik heb mezelf beter leren kennen. Ik ben te weten gekomen via mijn psycholoog, want ik ga ook al sinds september 2020 naar een psycholoog en die heeft me echt super, super goed geholpen. Als jullie met iets zitten, ik kan jullie het alleen maar aanraden van naar een psycholoog te gaan, want ze brengt jou gewoon tot nieuwe inzichten. Je leert jezelf gewoon heel goed kennen en dan weet je ook waar jouw valkuilen zitten, maar ook waar jouw sterktes zitten en waar je dus op moet inzetten. Dus ik kan het alleen maar aanraden. Ik heb er echt nog geen seconde spijt van gehad dat ik dat heb gedaan. Want ik moet zeggen, naar een psycholoog gaan, in het begin, het was met een klein hartje en van, oh, heb ik dat wel nodig, een psycholoog? Maar ik moest van mijn dokter. En dan heb ik dat toch maar gedaan. En de beste beslissing ooit. Echt waar. Dus ik heb heel hard aan mezelf gewerkt en ik ben dan ook te weten gekomen dat ik hoogsensitief ben. Ik praat in mijn andere video's geregeld dat ik ADD heb en dat is ook wel zo. Maar het is vooral mijn hoogsensitiviteit die het mij allemaal verdomd moeilijk maakt. En dat ben ik pas eigenlijk te weten gekomen. En door dat te weten te komen, zijn er heel wat puzzelstukjes op in plaats gevallen. Heel veel. Waarom dat ik het altijd zo moeilijk heb gehad in het verleden. Ik heb het echt altijd heel moeilijk gehad. En nu weet ik tenminste waarom dat zo is. Nu, wat is hoogsensitiviteit? Ja, hoogsensitief, het woord zegt het eigenlijk al een beetje zelf. Maar om het in gemakkelijke woorden te vertellen, is dat mijn zenuwstelsel alle prikkels die ik binnenkrijg, dus alles wat je binnenkrijgt via jouw zintuigen, dus wat je voelt, ziet, hoort, ruikt, proeft, is bij mij versterkt. Dus ik voel op dezelfde manier als jij, alleen komen die prikkels bij mij versterkt binnen. Niet alleen het sensorisch, dus wat je, wat je kan waarnemen met je zintuigen, maar ook hoe moet ik dat zeggen? Emoties van anderen kan ik heel goed aanvoelen. Je moet maar gewoon naast mij staan en ik weet eigenlijk al een beetje hoe dat jij je voelt. Of dat jij een goede dag hebt, geen goede dag. Of jij verdrietig bent of boos of weet ik veel wat. En ook dat vergt dus heel veel energie. Dat is energie die ik niet weggeef, waarvoor ik niks er moet doen, maar die wordt opgeslurpt door alle emoties van mensen rondom mij. Ik kan het ook noemen als energieën. Elke mens heeft een bepaald energie rondom hem en die energieën voel ik dus allemaal heel hard aan. Dus ja, dat maakt dus dat ik vrij snel heel erg moe ben. Dus je kan je dan ook wel voorstellen dat als ik in een klas sta waar ontelbaar veel dingen gebeuren, dat ik wel heel snel overprikkeld raak. En overprikkeld wil eigenlijk gewoon zeggen dat ik te veel prikkels binnen heb gekregen. Dus te veel lawaai, te veel wat ik heb gezien, te veel wat ik heb gehoord. Dat hoort bij die lawaai. Maar gewoon dat ik gewoon veel meer rust heb dan iemand die niet hoogsensitief is. Ik heb gewoon veel meer rust nodig. Maar op school,
Wie in het onderwijs staat, die weet wat dat is. Wie er niet in staat, die zegt alleen nu. Je werkt toch van 9 tot 4. Dat is zo, maar de overload aan prikkels dat jij binnenkrijgt op een schooldag is niet te onderschatten. Is echt super, super veel. We hebben ook bijna geen pauzes. Wij moeten werk tijdens onze pauzes doen om alles gedaan te krijgen. Het is echt geen lachertje. Dus ik heb in principe geen momentje vrij om eventjes te rusten. Om eventjes mij uit die drukte te halen, zeg maar. Want het gebeurt ook heel vaak dat we dan tijdens onze pauzes moeten gaan toezicht doen op de speelplaats. Ja, daar is al helemaal geen rust. Daar is alleen maar lawaai. Dus, ja. wat wou ik nu eigenlijk nog vertellen? Oh, ik ben zoveel aan het vertellen dat ik op de duur niet meer weet wat ik wil vertellen. Om daar dan mee om te gaan met al die drukte, heb ik wel een paar trucjes. Ik neem bijvoorbeeld oordopjes mee naar school. Dat heb ik begin van dit schooljaar ook gedaan. Maar het heeft helaas niet geholpen. Het heeft wel geholpen, maar niet in die zin dat ik het heb dus kunnen volhouden. Want het is niet alleen lawaai en visuele prikkels. Het is alles wat er natuurlijk bij komt kijken. En dat is gewoon super, super vermoeiend. En ik heb echt wel mijn rust nodig. En ik hoop dat met halftijds te werken, dat ik die rust ook wat meer ga krijgen. Downside daarvan is, als je halftijds gaat werken, dat je natuurlijk minder verdiend. Op zich geen probleem, maar wij zijn volop met een verbouwing bezig aan ons huis. Wij hebben daarvoor een nieuwe lening afgesloten. Dus ja, er moet ook wel geld binnenkomen natuurlijk. En ik weet sowieso, als ik terug 4/5 ga werken, dan haal ik misschien nipt de grote vakantie, maar begin ik gewoon van nul. Ja, van, wat zeg je dan nu? Van nul af aan? Van niks terug, dan herval ik gewoon helemaal weer. En dat wil ik absoluut, absoluut niet. Dus wat ben ik nu aan het doen? Ik was dan een keer aan het rondkijken van, oké, als dan het onderwijs toch niks voor mij is, hoe graag ik dat ook doe, wat kan ik dan in de plaats gaan doen? Welke job zou dan wel voor mij zijn? En ik kan je zeggen, dat was niet zo heel erg gemakkelijk. Ik heb daar ook dan de hulp voor ingeschakeld van een jobcoach. Hier in België heb je, als je 6 of als nu 7 jaar gewerkt hebt, recht op, hoe noem je dat, van die jobcoach checks of zoiets. Ik weet niet meer hoe dat ze heten. Oh my god, dat ik dat alweer vergeten ben. Maar dan kan je dus laten begeleiden. Was jobbegeleidingschecks? Ik weet het al niet meer. Maar je moet dat maar eens opzoeken. Je komt het zeker en vast tegen. Ik geloof dat op de site van de VDAB staat die checks. En dan kun je voor €40 4 uur begeleiding krijgen. En dat heb ik dan ook gedaan. En dan ben ik toch wel tot verschillende inzichten gekomen. Dus ten eerste, dat onderwijs, dat heel erg leuk was in het begin, maar door de digitalisering is er heel wat dingen verdwenen. Heel wat dingen die ik leuk vond verdwenen. Bijvoorbeeld, als kind schreef ik super graag op een bord, op een krijtbord. En als volwassene ook. Ik vond dat gewoon geweldig om heldere schema's op te schrijven, op dat bord met kleur en zo te werken. En dat is eigenlijk grotendeels weggevallen door de digitalisering, want nu staan die werkboeken van de kinderen gewoon op de computer en je kan die gewoon projecteren op jouw bord. En voilà, daar is jouw bordschema. Maar dat, en ik bedoel, zo die jobcoach heeft me dan laten inzien dat bepaalde dingen, wat ik echt super graag deed, dat die nu gewoon weggevallen zijn. En ja, dat het onderwijs in de loop der jaren ook heel erg hard is veranderd en ook zwaarder is geworden. En dat heeft me dan toch wel het gevoel gegeven van, ik geef het eigenlijk niet echt op. Het is gewoon niet meer zoals het was. En het past op deze manier ook niet meer echt bij mij. Dat was wel
een bittere pil om te slikken, zeg maar. Zeker in het begin. Het is een beetje aanvaarden dat het te zwaar geworden is. Kan ik dat zo zeggen? Te zwaar? Dat het gewoon niks meer voor mij is? Ja. En dan ben ik dus op zoek gegaan naar iets wat mij wel zou liggen. En nu ben ik volop aan het studeren, waardoor ik dus ook niet zo heel veel video's kan plaatsen. Ik ben nog thuis, nog 2 weken ben ik volledig thuis. Maar ik ben dus aan het studeren, waar dus ook heel veel tijd in kruipt. En waar ik heel, heel graag mijn tijd in wil stoppen, want het gaat natuurlijk over mijn toekomst. En wat ik allemaal aan het studeren ben, het is een hele hoop. Ik ga er nog niet heel erg over uitweiden, maar wat ik heel graag zou willen doen is mensen coachen. En coachen in die zin dus dat ik mensen ga helpen met specifieke problemen en met name hoogsensitiviteit. Dus ik wil eigenlijk andere mensen die hoogsensitief zijn helpen om terug sterk te staan in hun schoenen en in hun leven. Want ik heb er heel hard voor moeten werken, maar ja, ik denk dat ik nu een pak sterker in mijn schoenen sta dan voordat ik mijn burn-out had. Daar ben ik zeker van. Ik heb mezelf heel erg leren kennen. Ook wel omdat ik nu weet dat ik hoogsensitief ben. Ja, wat wil ik eigenlijk nog vertellen? Wat ik vooral over hoogsensitief nog kwijt wil, is dat mensen die hoogsensitief zijn absoluut niet flauw zijn. Oké, ja, wij wenen sneller. Wij hebben tijd nodig om bepaalde dingen te verwerken. Ik weet dat als iemand mij iets vraagt, dat ik ook heel gemakkelijk zal zeggen, oh ja, dat wil ik wel doen. En ik heb nu geleerd van ook nee te zeggen, dat het absoluut niet erg is en dat ik mezelf op de eerste plaats moet zetten. En ik denk dat ieder van ons, hoogsensitief of niet, dat eigenlijk moet doen. Zet jezelf op de eerste plaats. Dat is iets wat ik heel erg hard heb geleerd en waar ik hopelijk in de toekomst dat nog altijd ga blijven doen, van mezelf op de eerste plaats te blijven zetten. Het is zo belangrijk. En wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel niet dat je dan egoïstisch moet zijn of zo. Maar gewoon, er gebeuren zoveel dingen in ons leven en we kunnen maar, ja, we kunnen daarom niet alles aan, alles wat op ons pad komt, dat kunnen we daarom niet allemaal aan. Dus wees daar bewust van. Durf al eens te zeggen, nee, ik heb mijn rust nodig. Iedereen heeft wel eens een keer een rustmoment of een pauze nodig. Maar neem die dan ook. Neem die tijd, want ik weet wat het is als je dat niet doet en toch maar blijft verder gaan. En het is verdomd moeilijk om daaruit te geraken uit zo'n burn-out. Echt waar. Want bij het minste dat je denkt van, oh, nu voel ik mij goed. En dan doe je toch iets. En ben je binnen de kortste keren terug zo moe. Je kan het niet geloven, maar constant moe zijn, niks kunnen doen. Het is absoluut niet fijn. Zeker niet als je dan ook nog eens een gezin hebt waar je voor moet zorgen. Dus luister naar jouw lichaam. Ik denk dat dat een van de belangrijkste lessen is die ik heb geleerd in heel mijn burn-out traject. Luister naar je lichaam. En dat is iets wat ik aan jullie wil meegeven. Maar goed, ik ga denk ik hier stoppen met mijn gebazel. Ik weet niet of jullie het leuk vonden om hier zo lang naar te luisteren. Mijn video die gaat nog zeker 20 minuutjes verder. Ik ga die 20 minuten niet verder babbelen. Ik heb nu al een droge keel en een beetje keelpijn van al dat gebabbel. Maar ik hoop dat jullie gaan genieten van de rest van de video. Als jullie vragen hebben over die hoogsensitiviteit of over een burn-out, stel ze gerust in de comments hier beneden en ik beantwoord ze heel erg graag. Het is vooral belangrijk dus dat je naar jezelf luistert, naar jouw lichaam luistert. En eventjes wat anderen van jou denken, of wat jij, vooral dat, wat jij denkt, wat anderen van jou zullen denken, fuck it. Gooi dat even langs de kant. Het maakt niet uit. Jouw gezondheid gaat voor op alles.
Maar goed. Ik ga hier stoppen. Ik wil jullie al heel, heel erg bedanken om te kijken naar deze video. Hebben jullie tot hier gehaald? Heel, heel erg bedankt om zo lang naar mij te luisteren. Dat vind ik super lief van jou. Ik wens jullie in ieder geval een hele, hele fijne dag toe. Nog heel veel plezier met het kijken of het verder kijken naar deze video. En dan zie ik jullie allemaal in mijn volgende video. Doei!
Reporting ready for launch. Have ignition.